Hey, goedemiddag lieve mensen. Ik wil even graag een vlogje maken over wat wij gedaan hebben. Vrijdag 8 april zijn wij in de ochtend naar de Ark geweest. Dat is een christelijke gemeenschap. Dat is een bus waar zij single mom moeders, alleenstaande moeders met kinderen onderbrengen. Waar mannen worden ondergebracht die van de straat komen, verslaafden worden ondergebracht, weeskinderen. Ze hebben een kerk daar, ze hebben daar een groentetuin en het was geweldig. We hebben een rondleiding daar gekregen, we hebben een mooie sketch mogen doen en we hebben mogen bidden voor de mensen daar ook. Het was heel indrukwekkend om te zien hoe die mensen daar bijeen kwamen. Hoe die mensen daar in Unity leven met de Heer. En in de avond zijn wij naar een kerk geweest, de Faith Church, geloof ik, ja, en de New Faith Church. En daar heb ik mijn getuigenis mogen geven, of een breakje, een getuigenisbreak. En Gijs heeft een getuigenis mogen geven en Jan Tien heeft haar getuigenis gegeven. En dat was voor de jeugd van de communities, uit de Sloppenwijken, zeg maar. En het is gewoon heel powerful om te zien hoe die jeugd, daar met elkaar Christus aanbidden en hoe ze aanbidden daar. Oh, de worship was prachtig en het was een mooie dag gisteren en vandaag is weer een hele nieuwe dag en dat gaat de volgende aan u vertellen. God zegen en ik spreek u snel.